super tof dat jullie weer kijken. Mijn naam is Jaime, de Boevenspotter. En we gaan vandaag weer op jacht. Het is eindelijk zijn steentje aangehouden, deze man. En die andere is waarschijnlijk heeft ze al mijn kleding gestolen. Ja, ja. Vraag nou wat. Dit is een oude bekende, deze. Deze hebben we al een keer gepakt, deze gozer. Hij is er weer. Gezellig in Amsterdam is hij er weer. Ze hebben hem weer gepakt, jongens. Ik zal even beeldjes laten zien wie de geze gozer is. Die had toen Adidas schoenen gepakt, Nike's. Kijk jij wel toevallig weer die Nike's aan? Maar dat zal wel niet die gestolen zijn. Maar dit is hem weer, jongens. Grote oude vriend is weer gepakt. Een tijdje geleden. Hij was met nog drie man. Zijn haar zit alleen wat netter. Dan wordt hier gecontroleerd. Volgens mij vermoedelijk een tas met allemaal gestolen spullen erin. Kijk, en hij is die gozer. Ja, maar dat is hem. Hij is weer terug in Amsterdam. Zakkenrollers team hebben hem opgedaan. En hij is weer mooi in de boeien geslagen. Nou, kijk, de politieman is even aan het kijken wat die ene gozer gestolen heeft met die andere man die mee. 1 spijkerbroek, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jongens. Rekkenwerk is dit. Zakkenrollers team had die twee gasten opgedaan. Mooi geprepareerde tasje erbij. Kijk eens, zo werkt dat met de folie erbij. 8 spijkerbroeken, jongens. En dames. En in de boeien. Hey vent, long time. Welcome back. Nou, Zakkenrollers team hebben weer goed werk verricht. Zoals je ziet gaat heel die tas met al die spijkers weer terug naar de eigenaar. En die twee gasten, waarvan die ene, die had ik al een keer gespot en nu hebben ze hem weer. Gaan de spullen weer teruggebracht worden. Nou. Kijk jongens, gaan we even weer een stukje lopen. Zoals vorige keer met die Nike's en nou is het met die al die spijkerbroeken die terug gaat naar de winkel toe. Iemand van de Zakkenrollers team die gaat deze al die 8 spijkerbroeken weer terug. Nou, gestolen spijkerbroekje mooi. Achterop op de fiets. Achterop de fiets. Op de dam. Op naar de winkel. En hier zijn we dan. Politieman neemt spulletjes mee. Binnen moet de camera uitzetten. Gaat de camera uit, ja. Ik word helemaal paag. Ik word helemaal para, jongens. Twee gasten opgedaan, die doen de kaartentruc. Twee gasten deden de kaartentruc, waarschijnlijk. Hebben ze hem al. Waarschijnlijk hebben ze die kaart. Is die kaart. Kaartentruc, jongens. Ik moet keihard rennen. Politie loopt te rennen. Ik zag ze in één keer sprinten. Kaartentruc. Ze worden één keer gepakt, allebei. Moest keihard rennen. Kaartentruc, ze hebben hem gepakt. Gekke werk, jongens, het ging super snel. Dit is de slachtoffer. Ja, is gelukt. Zijn jullie slachtoffers? Hij is de slachtoffer, joh. Kaartentruc, zijn gepakt, die gasten. Ja, allebei zijn ze gepakt. Oh, dit is die andere gozer. Yes, jongen, het ging snel. Oh. Wow, het was de kaartentruc. Slachtoffer is erbij. Is de slachtoffer, die loopt daar. Jongens, wat ging dit snel. Hij deed die kaartentruc, hij is gepakt. Oh my god, ik had nog genezen. Ik kon niet uitleggen hoe en wat. Ik zag deze lopen. Hij deed de kaartentruc. En ik zie hem rennen. Zakkenrollers team was er super snel bij. Die hebben hem ook gepakt. Die gozer loopt daar, die andere. En dit was ja, die andere vriend. Zakkenrollers team was er super snel bij. Het was rennen. Oh my god. Wow. Het was de kaartentruc, wat ik al 100.000 keer zeg. Hey, top jongen. Ja, dankjewel. Hij heeft eindelijk gelukkig zijn. Ik zag je al rennen. Met telefoon. Telefoon, het was de kaartentruc hè, die ze deden. Hey. Ik zag. Top jongen, Zakkenrollers team. Succes. Slachtoffer heeft zijn kaart terug, zijn iPhone terug. Het was dus die kaartentruc wat ik net zeg. Toppetje, man. Ja, helemaal top, jongen. Toppetje. Top. Die kaartentruc
over de tafel heen. Hij pakte de iPhone, rende weg. Vroeg iemand de weg en daaronder zijn. Hij zag die iPhone daar op die tafel zitten, slachtoffer had je net gezien. En dan haalde hij die iPhone, haalde die weg. Oh, Joris, goed werk gedaan, Joris. Pata. Joris is echt helemaal gekke werk. Kijk, die gasten hadden deze iPhone met die kaartje terug omgeven van deze persoon. Echt gekke werk is dit. Lukje busje is er. Gaan ze allebei weer erin? Ofwel de politie, de taxi. Politie, taxi, hoe ik het noem. Politie, taxi. En dan komt die ene persoon aan. Die kan in een politie, taxi. Mijn grote vriend. Een busje in en dan gaat hij. Even de laatste update. Ik had die twee gasten, die had ik dus opgedaan. En ik had ze in de Leidse straat opgedaan. En toen heb ik ze gevolgd en ik heb ze denk ik 10 minuten gevolgd en ze deden echt nog niks. Maar mijn gevoel was, er klopt iets niet. Toen zijn ze hier bij de McDonald's achter mij, hè, zijn ze naar binnen gegaan. En bij de McDonald's zie ik die twee gasten, daar kon ik van buitenaf uit het raam kijken. Gingen ze naast iemand zitten en toen dacht ik, dat klopte niet. Zijn ze naar buiten gegaan, naast de McDonald's heb je een restaurantje. En toen zag ik een van die gasten, die haalde een kaart tevoorschijn. En toen wist ik meteen, hé, dat is helemaal mis. En dat bleek dus die kaartentruc te zijn. Hè? Wat ik al een keer vertelde tegen jullie. Met die kaart over de tafel heen, vragen om de weg. En op dat moment halen ze je iPhone of je portemonnee weg. Nou, dus daar probeerden ze de kaartentruc te doen. Was mislukt. Ik had het zakkenrollersteam al meteen al gebeld. Die waren in één keer binnen een minuut waren ze hier. En toen uiteindelijk waren ze hier binnen in de burgerbar. En daar was die slachtoffer. Daar zagen ze een slachtoffer. Daar zagen ze die iPhone daar op die tafel liggen. En daar deed ze met die kaart. En toen had ze die iPhone weggenomen. En die gozer rende naar buiten. En in de verte zag ik die gast rennen. Dus ik achter hem aan rennen. En vandaar dat die beelden zo raar zijn. En die werd gewoon binnen 2 minuten aangehouden. Hoe gekke werk is dit nou? Nou, dit filmpje verdient zeker echt wel duimpje, 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 duimpje omhoog. Hè? Vergeet hier niet op mijn kopje te klikken om te abonneren. Oké dan. Gekke werk.